We zijn hier vandaag in Sunparks in Mol met de nieuwe finalisten van Mr. Gay Belgium. En ik heb hier bij mij Injas. Dag Injas. Je mag jezelf kort eens voorstellen. Ik ben Injas de Wolf. Ik ben 20 jaar oud, afkomstig uit het Limburgse Genk. In het dagelijkse leven studeer ik ergotherapie aan de Hogeschool PXL in Hasselt. En denk ik er zeker niet voor terug om een stapje in de wereld te zetten. Ik doe mee met Mr. Gay Belgium omdat ik tegen het pesten van LGBT-jongeren ben. Nu, ik wil er geen standaard anti-pestcampagne van maken, maar ik wil mijn eigen persoonlijk verhaal erin verwerken. Ik ben zelf 12 jaar lang gepest geweest en spreek dus uit best wel veel ervaring. Vandaar ook dat dit mij heel nauw aan het hart lag. Ik heb eerst vorig jaar al willen meedoen, maar toen had ik nog niet echt een juist doel voor ogen en wist ik nog niet goed wat ik wou. Dus besloot ik om eerst even te wachten en te kijken van wat heeft mij gemaakt tot de persoon wie ik de dag van vandaag ben. En dat bleek dan ook dat beste te zijn, dat dan heel grote invloed heeft gehad. En ik heb het er zelf niet meer zo moeilijk mee, maar het heeft mij wel, het is nog altijd wel een deel van mezelf. En daardoor denk ik dat ik een goede ambassadeur zou kunnen zijn voor jongeren ook gewoon, ja. Oké, zijn er bepaalde acties dat je nu al weet dat je wilt ondernemen tijdens uw campagneperiode? Ja, zeker. Er is een actie waar ik heel graag aan zou beginnen. Omdat ik het heel persoonlijk wil aanpakken, vind ik het ook heel belangrijk dat ik een persoonlijke boodschap geef. En dat het niet zo'n ver van mijn bed show wordt. Ik wil een eigen video proberen te maken waar ik mijn verhalen vertel. Heel puur, heel eenvoudig. Zoals ik ook mijn campagne wil doen. Om dan eigenlijk ook gewoon de mensen in de ogen te kunnen kijken. Allee, ik zie hun niet, maar zij zien mij dan wel. En ik vind dat een veel puurdere boodschap dan als je gewoon maar een affiche hebt. En dat je maar iemand op een affiche ziet staan en dat je eigenlijk niet meer daaruit kunt halen. Dus dat is wel een van mijn plannen, absoluut. Oké, wat zou een raad zijn dat je nu zou meegeven aan mensen die in dezelfde situatie zitten als jij ooit hebt gezeten? Verander u nooit voor wat anderen zeggen. Wees altijd optimistisch, wees oprecht en alles komt altijd op zijn pootjes terecht. Absoluut. Oké, mooi. Totaal iets anders. Huismus of feestbeest? Geen een van de twee eigenlijk. Ik ben niet graag thuis, maar ik ben ook niet echt een feestbeest. Ik zit er zo wat tussenin. Ik ga heel graag weg met vrienden, maar dat moet niet altijd feesten zijn. Ik ga ook gewoon graag eens iets drinken, ik ga eens graag naar de cinema. Zo van die leuke dingen eigenlijk, ja. Okay. Als je iets aan jezelf zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn? Goh, ja, ik vind dat een beetje moeilijk om te zeggen, maar ik denk ook gewoon, iedereen wil wel zo'n beetje het perfecte nastreven, dus misschien gewoon een mooi symmetrisch gezicht hebben of zo. Ja, dat wil wel iedereen, maar uiteindelijk, imperfectie heeft ook zijn charmes, dus daar draai ik me wel aan op. Mooi antwoord. En dan om af te sluiten, wat is jouw levensmotto? Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Mooi, dankjewel Injas.